Hey Boris, ze willen dat ik een special van jullie maak. Ja, vind je dat goed? Ja, vind je dat wel leuk? Eventjes een paar minuten volledig aan jullie. Ja, is dat wat? Nou, wat doen jullie de hele dag, hè? Beetje eten, beetje slapen. Dat was het wel een beetje. Toch? Of doe je nog meer? Ja, je gaat springen niet door een hoepel, hè? Nee. Oké, gaan we een special voor jullie maken. Met jullie de dingen waar jullie het beste in zijn. Boris heeft een bakje yoghurt gekregen. Kwark. Kijk, hij kan ook lekker een beetje op zijn buik liggen. Hé, Bor. Maar meestal vinden ze het toch lekker om op hun zij te liggen. Onze zus die eet al redelijk beschaafd. Eerst eitje 1. Dan zal ze oplikken. En eitje 2. Hij duldt geen medetafelgenoten. Stinkert. Ja.
Even lekker drinken. Hè? Ja. Ik ben in de tuin aan het klussen. En ik had wat zakken tuinaarde. En hier zie je de hobby van mijn zwijnen. Er zit niks te eten in. Er zit niks te eten in, hè? Maar ik zal je laten zien wat ze ermee doen. Nou, dit is een beetje het nest van die zwijnen. En je vraagt je misschien af, wat doet al die troep erin? Al het plastic wat ze vinden in de tuin, of bij de buren, vooral bij de buren, dat sleuren ze hun hol in, dat scheuren ze kapot. En dat leggen ze erin en dan af en toe haal ik het er weer uit. En als er een plastic tasje buiten staat, dan scheuren ze het ook aan flarden, leggen ze het in een hol. Hè? Snurken hoor. Lekker dromen. En later ligt die rode zak helemaal verscheurd hier in de troepen verweven. Dus ze zijn nu even lekker in het zonnetje. Maar zo maken ze hun eigen nest eigenlijk de hele tijd. Rare jongens hoor, die beesten. Kijk, meneer het zwijn heeft weer gepoept. Super lekker jongens. Super lekker. Er zitten allerlei kleine graantjes in en zo. Lekker man. Ze halen het ook tussen het hek door. Kijk maar. Kan je erbij? Nee hè. Ja, en wat doen zwijnen nog meer? Een beetje snurken. En een beetje poepen weer. Op mijn grasveldje. Nou ja. Zo komen we de tijd wel door, hè, jongens? Zo komen we de tijd wel door. Wat zit je daar te zitten? Lag je lekker te tukken? Heb ik je wakker gemaakt? Hé? Dan gaan we weer lekker liggen. Na zo'n drukke dag, ja, wat doe je dan? Dan ga je lekker in je vieze plastic rol liggen. En dan ga je heel hard liggen snurken samen. Hè? Synchroon snurken wat we hier doen. Nou, wel trusten jongens.